Ik ben Jacob en ik ben 9 jaar. En ik ben het neefje van Jason en Robin. Ik ben Jason en ik ben 10 jaar. En Robin is mijn broertje en Jacob is mijn neefje. Ik ben Robin en ik ben 9 jaar. Ik heb een broer en die heet Jason en ik heb een neefje en die heet Jacob. En we spelen samen dadelijk bij FC Twente. Volgend seizoen kan FC Twente van het drietal genieten. Nu nog in Almelo bij La Première. En wat is dit goed zeg. Een goal gescoord door Jason van Duiven. Wij hebben heel goed bij La Première gevoetbald. En dan deden wij de hele tijd ons best bij La Première. En toen gingen we de hele tijd verder goed voetballen. En toen waren we opeens gescoord door FC Twente. Ja, er was een schout van FC Twente. Toen we zaten in de minis, waren ze 4 en 5 jaar oud. Toen kwam die al kijken. En ja, nou, Jaco en Jason die waren als eerste uitgenodigd om te komen trainen. Omdat Robin nog een jaartje jonger was. Maar na 1,5 jaar mocht Robin ook mee gaan trainen. En nu is het zover, mogen ze alle 3 bij Twente komen voetballen. Ja, toen was ik heel erg blij en mijn vader was heel erg trots op mij en ook op hun. Over tiki-taki voetbal gesproken. Tiki-taki voetbal speel je zo op het pleintje in Almelo. Dit is een fantastische balaanname. Wat een fantastische goal ook weer. Diego, waarom is hij zo goed volgens de andere twee? Want dit is toch fantastisch. Goede assistjes, goede acties en... goed, als hij de bal kwijtraakt en dan helpt hij ook mee verdedigen, dan laat ze zijn hoofd niet hangen. Omdat hij heel veel doelpunten maakt en ik geef heel veel assisten op hem. En dan doen wij heel veel in team met elkaar, met z'n drietjes. En dan schiet Jagers vaak erin of ik of Jason. Snelheid, goede acties en goede balcontrole. En wat maakt jouw neef Jason zo'n goede voetballer? Veel acties, hij schiet ze er bijna allemaal in. En als 2 mensen, dan kapt hij af en dan paast hij af, dan schiet hij hem zelf in een goal. En jouw andere neefje, Robin, wat maakt hem zo goed? Veel acties, veel assistjes. En hij heeft ook wel veel snelheid. Je moet gewoon denken als je wel naar Twente gaat. Je moet niet denken als je afvalt, je moet gewoon alles geven. Alles geven. En hoe ga jij dat doen, Diego? Hetzelfde, gewoon alles geven. Als je een keer valt, maak wel weer herstellen. Goede paadjes geven. Soms goede acties maken. Mooie doelpunten maken. Wat vindt La Première er eigenlijk van dat ze hun beste voetballers kwijtraken? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, misschien gaan ze dan misschien een andere opstelling bedenken. Zou wel moeten, hè? Ja. Omdat er 2 middenvelders weg zijn en 1 spits weg is. En er zijn 2 goede middenvelders dan weg en ook een hele goede spits. Ja, dat doelpunt maakt bijna. Maar misschien zijn we later nog wel steeds een team met elkaar. Bijvoorbeeld, hij voelt misschien bij Real Madrid en ik ook. En hij voelt misschien bij Bas en ik ook en mijn broertje. Jason, Robin en Diego laten hier zien hoe je een aanval opbouwt en afrondt. Dit is een fantastische goal weer. De 3 binnenkort dus in het shirt van FC Twente.